Yo mensen van YouTubers en welkom bij Asterix Kraft en we gaan onze tocht voorzetten in dit geweldige park. We gaan hier La Forêt d'Idefix binnen. Deze is zo'n beetje het kindergedeelte. Hier staat onder andere een boomstamattractie voor baby's. Come on. Niet onnozel doen. Hij moet op de hendel, allee ja, op de arm klikken. Ja, mensen, kunnen we hem besturen? Ja. Simpele vliegjes, mensen. Ja, dat is gelijk als Plopsaland. Dus. Iets voor echte durvers. Iets voor echte durvers. Ah, hier hebben we nog een bootsvaart in, maar we gaan dat hier niet. We gaan geen video vullen met alleen maar kinderattracties. Dus. Ja, de volgende attractie zal zo'n beetje de Menhir Express zijn, dus we moeten die ingang eens. Zorg maar niet zonder mij weggaan. Nee. Ik niet van daar. Ik vind een spijtige zak. Ja, als... Hopla! Ah ja, zijn vliertjes of... Nee, dat zijn kikkers. Maar dan in vorm van boten. Dat ken ik niet. Kikkers, de kikkers van Plopsaland. Oh. Leun, zitten weer in een boot in plaats van in een kikker. Ook weer een topper. Een topper! Jongens! Ga naar Plopsa Indoor gaan. Dat zijn niet zo lang duren, de rides. Oh ja, goed. Moest niet langer duren. Oké, okay, nu gaan we... Nu gaan we zoeken naar een grote ride. We gaan deze gebied weg. Ah, we komen hier nu in Gallier. Ja. Dit is Gallier. Hier zijn maar Asterix en Obelix huizen waar je kunt binnenkijken. Ja. Een souvenirwinkel. Ik ken het. Gallierdorp. Hier is onder andere zo'n huis van Obelix en Asterix waar je kunt binnenkijken. Ah ja. Maar die hebben ze. Hij is precies ook een show. Wat is dit voor show? Dan gaan we maar eens. Ah, hier kunnen we door. Maar is een right aan het mensen. Echt, ja, deze is het huis van Asterix. Maar wel een kutweet. Nou. Oké, we gaan er aan door. En twee. Ja. Precies een klein schommelschip. Misschien kunnen we eens een keer het uitzicht zien vanuit het schommelschip. Kom. Want daar zie ik vliegertjes, maar ja. Ik kom hier alleen maar kinderattracties tegen. Ja, dan maak ik eens een video met enkele kinderattracties. Allemaal interessant. Waarschijnlijk is dit van Mac of Guus. Ja, ik ga eens aan die van Sprookjeskraft kijken, een van deze. Die van Sprookjeskraft hebben we al eens opgenomen. Dus hij is eigenlijk niet veranderd. Dus ik snap niet waarom dat hem dicht is geweest. We waren niet content. Ik zie anders geen verschil met vroeger. Ja, mensen. En dan gaan we nu naar Goudrix. Ziet er mooi uit, joh. Wat een saaie video is dit. Jongen, dit zijn oogattracties daar. In tucht zou ik deze niet doen, ik zou ze gewoon even filmen. Ja, ik ook, maar ja, we moeten het wel in beeld brengen. Dan. Zeg het toch, film ze even, maar dan zijn ik weg. Binnenkort komt voor deze een echte vlog aan. Binnenkort, hé. Hey. Niet zo rap, hè. Dan noemt die video waarschijnlijk... review Park Asterix Avec Jelf. Avec Jelf.
Dan kunnen we kamperen in de auto. Jongen, in dat autootje van u kunnen u niet eens draaien of keren. Moet je dan twee keer betalen als je 2 dagen gaat? Waar gaan we slapen? Op het dak of wat? Ja, man, als je 2 keer opnieuw binnen moet, moet je toch 2 keer betalen? Ja, je moet een 2 dagen kaart kopen. Nou, dat gaat. En Bobby Allen gaat dat niet, hè. Maar ja, zo'n klein park. Ja. Paragastrix heeft denk ik een hotel. Maar als we er over 2 dagen naartoe gaan, gaan we niet naar het hotel overnachten, want dat is veel te duur. Ja, dat is duur. Dus we gaan gewoon zo'n mottig hotel in de buurt pakken. Wat dan maar 1 euro per nacht kost. Ja mensen, toch nog een topper deze ride. Allee, deze dag. Oeh ja, deze drakenboten zien er ook mooi uit. Voilà, Jens vindt weer een kindertaxi die we kunnen treffen. Kleine zwijfmolen, maar ik ga naar Goudrugs daar zo. Ik ook. Voilà, ziet er chic uit, hè. Eigenlijk een grotere versie van de Python. Mijn paar wel redelijk ruw dat schijnt, maar er zitten wel wat leuke elementen in. Er is ook nog een ouderwetse Vekoma tuin. Oh, wie is de bouwer hiervan? Vekoma. Oké, mensen, we zijn er vandoor. Eerst een takel. Hopelijk is het een snelle takel. Waarop ga ik ook. Wacht, we hebben nog in een taxi gezeten die erop takelt. Dingen, Lost Gravity, Golight. Die gaat ook rapper omhoog dan de Speedy Bob. Baron gaat ook rapper omhoog. Oké, als eerste krijgen we een Butterfly. Ook een versie die ik nog nergens anders heb gezien. Dan krijgen we een Batwing. Ook iets speciaals. Oh ja, dat is hier ook iets nice, ja, dat hè. En dat is erin. Oké, en dan de looping. En nu is het eigenlijk gewoon simpelweg de Python looping, bocht en dan dubbele corkscrew. Ja. Ja, maar daar gaan ze wel rap achter elkaar, de Python. Ja, en deze heeft dan geen Helix, maar hier hebben we remmen. Ja, en hier gaan we er nog een klein beetje achtbaan, een beetje raar gebouwd. Hier rijden we een beetje door. En dan ginder worden we opnieuw geremd. Ja, dat is raar. Oké, mensen, we zullen nog 1 attractie zoeken. Ja, we zullen die zwijfmolen eens doen. Want dan wil ik wel eens zien dat die hele molen draait. Oh ja, deze is nice. Van jou gast. Oh, hij zweet niet. Oh jawel. Ze beet misschien. Ja, normaal staat er nog een bol op. En die bol, zoals in Bobby Allen, en die bol gaat dan naar links. En naar rechts. Dat hebben ze hier niet. Waardoor dan eigenlijk die molen wat kantelt. Oh ja. Ja, heel goed, ja. Oh, het is al gedaan. Oké, dan gaan we daar nog die waterglijbaan doen. Loxiarium noemt hij ofzo. Dat is ook wel zo'n Frans woord. Dus. Oké, dan die waterglijbaan. Dat vind ik zelf een van de weinige attracties in het park die dan niet schoon zijn afgewerkt. Allee, we zitten hier in het Frans themagebied, maar wat is het voor thema? Allee, dit is een spinning rapids van white water, zoals we ook in ons park hebben, de ice slide of zoiets. Ah ja. Dat zijn mooie baden, ja. Ja, ronde bootjes. Oké, mensen. Ja, feitelijk heeft Bobby Allen toch zoiets gehad, de Bobby Drop, alleen ja. Bobby Drop, dat was dan niet met zo'n glijbaan die in 1 keer naar beneden ging. Er moet ik mensen. Ja, er is een mesje uit gevlogen. Qua rit is deze wel redelijk goed, denk ik. Maar qua teaming... Hier heb je ook aan details gedacht, zie je die kool. Dat is in tech ook, dan liggen ze van die zwette matten op de baan, dat zijn de remmen. Want anders gaat het hard.
Dan schuurt je zo'n bekken over die matten met de boot en dan remt een bekken af. Ik heb er nooit gedaan op papier erop. Ja, ik ook niet, die was al weg toen ik voor het eerst ging. Allee, het was het jaar dat ik voor het eerst naar Bobby Island ging dat Bobby erop wegging. Dat is echt kut. Maar is dat, hoe lang is dat geleden? 2008 ging ik voor het eerst. Ah. Er stond een mambo er blijkbaar ook nog, maar die heb ik nooit gezien. Boom. Nu is het nog een stukje gevaar, dus we gaan nu maar de outro doen. Dit was Paragastrix voor de tweede keer. Dus dan zien we jullie bij de volgende aflevering. Waar we nog meer attracties gaan doen hier. Dus tot de volgende video en ciao. What?